van harte welkom mevrouw Cathy Smit, familie, andere familieleden, mevrouw de commissaris van de Koning, meneer de burgemeester van Almelo, Heraklieden, vrienden, landskampioenen heb ik hier ook gezien, iedereen die Heracles een warm hart toedraagt en Jan Smit van harte welkom hier. Jan Smit is aanstaande, maar ik zou graag even willen vragen aan de algemeen directeur Nico Jan Hoogma, u kent wel, begroet u hem alsjeblieft met een hartelijke applaus. Nico, jij hebt de afgelopen 12, 13 jaar zeer intensief met hem samengewerkt. Dat betekende meestal dat hij zei wat er moest gebeuren. Zo bedoel ik het niet helemaal, maar hier bij deze bijeenkomst heeft hij geen enkele regie gehad. Hè? Jij hebt het helemaal niks. Nee. Weet je het zeker? Dat weet ik zeker, ja. Hij weet ook niet wat hem te wachten staat. Hij weet totaal niet wat hem te wachten. Dus ik ben ook hartstikke blij dat er zoveel mensen zijn. Dit is gewoon geweldig. Het verdient hij ook allemaal. Zoveel mensen hier gekomen zijn. Zal hem zeer goed doen. Het afscheid van de heer Jan Smit, dames en heren, als voorzitter van deze club, of beter nog, als voorzitter van deze familie. Ik heb het woord net al even gebruikt, want ik denk dat Heracles dat is, familie. Dames en heren, wat deze scheidende voorzitter voor Almelo heeft gedaan, daar kan geen PR-campagne, daar kan geen media-offensief tegenop. 10 communicatiestrategen van de duurste bureaus kunnen voor onze mooie stad niet bereiken wat hij heeft gedaan voor de naamsbekendheid, voor het imago van Almelo. Jij bent altijd bereid je handen uit te steken en te helpen, belangeloos. Zoals je de laatste onbezorgde voorzitter was in het betaalde voetbal. Waar haal je al die tijd vandaan, vraag ik me af. Ik las in Tubantia dat je nu meer aandacht gaat besteden aan je culturele kant en dat je je daarbij laat leiden door je vrouw Cathy. Dat zit dan wel goed, want zij is degene, dat mag hier ook wel gezegd worden, die je al die jaren gesteund heeft in je werk, maar ook in al dat vrijwilligerswerk. Dus veel van de eer die vandaag wordt uitgesproken komt wat mij betreft ook aan haar toe. Jan, het is mij een grote eer om je te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander heeft behaagd om jou te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ik heb vroeger als jongetje gewoond in de Reigerstraat hier in Almelo. En we zongen daar in die Reigerstraat als jongetjes onder elkaar vaak het liedje "En je bent nog veel te klein om de keeper van Heracles te zijn." Dus de helden van Heracles waren voor ons jongetjes de grote voorbeelden. En dat is nog steeds zo. Want ik was hier een keer bij een wedstrijd van Heracles. En toen sprak ik een paar Almeloze jongetjes. En ik vroeg hen: "Jongens, wat willen jullie laten worden?" En toen zeiden ze werkelijk allemaal: "Deurwaarden." Het was een prachtige tijd. En iedereen die zegt: "Je gaat nu zeker genieten," kan ik zeggen: maak je geen zorgen. Dat heb ik de afgelopen 19 jaar als voorzitter ook voor de volle 100% gedaan. De toekomst zal uitwijzen wat ik ga doen. In Zwakenaar naar ons bedrijf in Assen, de Bonte Wever. En met mijn broer Kees naar het Verre Oosten om beurzen voor tuinmeubelen te bezoeken. Want ook Kees met tuinmeubelen zal nog lang doorgaan. Toen ik hoorde dat voor deze dag een speciale commissie was gevormd, genaamd de Uitzwaaicommissie, kreeg ik het wel even benauwd. Mijn gehoor namelijk is de laatste jaren echt wat minder geworden en ik verstond de Uitvaartcommissie. Zover was het gelukkig nog niet. Nogmaals mensen, dank dat u allemaal was. Ik wens u allemaal een fijne avond verder. En ik hoop u zoveel mogelijk allemaal de hand te schudden. Het was zeer bijzonder op 19 jaar voorzitter van de Heracles. Dank u wel.